en superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik neem jullie weer mee. Ik heb veel te doen. Zoals je achter me ziet heb ik al allerlei kleuren gips staan. Ik heb daar nog meer staan. Want er is flink verkocht. En ik heb dus al nieuwe bloemen gehaald. Dus dat zit er al op. Ik heb de bloemen allemaal op water gezet. Dus we kunnen gaan beginnen. Ook ga ik vandaag speciaal rouwwerk maken. Dus daar ga ik mee aan de slag. Ik ga bestellingen maken en ik ga bestellingen inpakken. En... oh ja, ik heb ook nog iets anders leuks binnengekregen. Kijk dan, dan ga ik nog een leuk DIY-pakket mee opnemen. Superleuk, iets met vetplanten, iets wat lang goed blijft. Dus daar ga ik ook nog mee aan de slag. Al met al, gauw aan de slag. Ik ga nu aan de slag met het maken van deze vlinder. Dus we gaan beginnen. Wat kleurrijk opgestoken met vooral roze-paars tinten. Rouwwerk is klaar. Kijk, rouwwerk. Ik maak natuurlijk heel veel rouwwerk, maar dit is natuurlijk heel speciaal rouwwerk. Dus ja, dat doet ook wel wat met je. Dus ja, ik vind het best wel heftig. Maar goed, ik ga nu verder met bestellingen maken. Ik moet boeketten nog maken en ik moet ook nog bestellingen inpakken. Dus ik ga nu gauw verder. Zo, ook de bestellingen staan klaar. Die worden zo verzonden. Dus het is nu tijd om verder te gaan met het inpakken van alle bestellingen. Oké, de auto is echt bom vol. Zelfs voorin, achterin, overal zijn pakketjes en boeketjes. Dus ik ga nu eerst bezorgen. En dan ga ik proberen om nog meer weg te werken. En ja, even zien hoe ver we komen vandaag. Zo, daar ben ik weer. Alles is bezorgd en afgeleverd. En zoals je achter me ziet, ben ik bezig met de volgende ronde. Het lijkt al eventjes niet op te houden. Maar goed, we gaan gewoon door waar we gebleven zijn. En
langzaam komt het eindinzicht van deze DIY-pakketten. Goedemorgen, nieuwe dag, nieuwe ronde, nieuwe kansen. We gaan gewoon weer verder waar we gebleven waren. Vooral heel veel gekleurd gipskruid, die ik eigenlijk niet meer kan zien. Maar nee, het is ook wel echt heel leuk. Het staat ook gewoon leuk bij elkaar. Dus ja, we gaan gewoon verder met inpakken van alle bestellingen. Zo, de pakketten staan allemaal klaar om naar het postpunt te gaan. Maar ik zag net ook nog een paar binnenkomen. En ik denk, ik heb nog een uurtje over. Dus ik rijd gelijk naar de groothandel heen om wat bloemen bij te halen. Zodat die ook nog even weg kunnen voor het weekend. Dan heeft echt iedereen die zijn of haar pakket wou ontvangen ook ontvangen. En ja, dan ga je toch lekker het weekend in. Dus ik ga richting de groothandel. En ik probeer te filmen. Maar ik weet niet of het hier kan. Want het is een nieuwe groothandel. Dus we zullen zien. Nou, gauw die kant. Ik ben weer volgeladen. Dus we gaan weer richting huis. Zo, ik ben weer terug in mijn werkplaats. Ik heb er trouwens echt een grote zooi van. Maar goed, daar ga ik straks op ruimen. Maar ik kreeg heel veel vragen dat jullie een push hadden gehoord in een van mijn video's. En of ik haar wou laten zien. Wat is ze? Kijk hoe schattig. Meestal ben je wel schattig, maar een beetje. Ze worden nou wel echt ondeugend. Word ik nou wel echt ondeugend, hè? Ja. Ja, je was spelen, hè. En dan hebben we er nog eentje, maar die vindt het iets minder fijn om opgepakt te worden. Nou, op zich vindt ze het ook wel goed, hoor. Maar die andere, die wil echt knuffelen. En deze heeft het liever niet. Ook wel echt, zoals ze zo klein zijn, zijn ze wel echt al lief. Dus, dan even die ook laten zien. Dit is nu de staat van mijn werkplek, dus het is echt tijd om even op te ruimen. Ik heb wel alle bestellingen klaar, dus dat is fijn. En dan kan ik daarna beginnen in een frisse ruimte met het filmen van nieuwe bestellingen. Ja, dat is het, ja, aan de ene kant voordeel, aan de andere kant nadeel, dat je zo alleen werkt. Je kan alle benden maken die je zelf wil, maar goed, ik moet het ook zelf opruimen. Dus ja, ik ga even opruimen en dan gaan we verder. Oké, dit is beter. Zo, ik heb nog precies een half uurtje over voordat ik de pakketten moet wegbrengen. Dus ik ga even naar mijn opslagruimte. En dan ga ik wat spullen pakken voor een nieuwe DIY video. Dus die kant op. En daarna ga ik nog even een DIY video opnemen. En daarna de pakketten wegbrengen. Het is hier een enorme zooi. Maar dat komt ook omdat er heel veel schappen weer leeg zijn. Maar dat is goed nieuws. Want dat betekent dat ik binnenkort gauw weer op inkoop ga. Ik kreeg heel veel aanvragen of ik nog wat met schelpen wou doen. Dus dat ga ik doen. Ja, dat is leuk. Ik ga wat schelpen bij elkaar zoeken. De laatste twee films over de romantische stukken. Die waren heel snel uitverkocht. En ik kreeg heel veel vragen van. Goh, kan je niet nog meer romantische bloemstukjes maken? Dus dat ga ik nu doen. Ik ga hem nu wel in een iets fellere kleur doen. Maar ook een beetje dat zweertje. Dus dat is wel leuk. Even kijken. Ik heb ook nog in die kleur. IJslands mos. Dus dat is ook tof erbij. En vlinders en dan de schelpen in die kleuren. Dus daar ga ik het leuks van maken. Is je wel leuk om alvast een paar herfstvruchtjes erbij in te doen. Ja, ik zie het wel voor me. Ik ga gauw die kant op en aan de slag. Ik ben weer klaar met het opnemen van de video en ik ben heel enthousiast. Ik was altijd heel blij als hij echt goed gelukt is en als het helemaal mijn ding is. Nou, dat is dan dit zeker. Ik wil zeker jullie hem leuk gaan vinden, want het is wel een beetje ja, het romantische van de vorige pakketten waar jullie heel enthousiast over waren, die heel snel waren uitverkocht. Mijn kleine knipoog, ja eigenlijk gewoon wel echt een zomerstuk, maar met een kleine knipoog naar de herfst.
Dus ook wel leuk, maar wel weer dat zomerse en ja, dat romantische. Want ik kreeg veel vragen van, goh, wil je daar niet meer video's van maken? Ja, geef gewoon aan wat je leuk vindt en weer neem ik het dan mee. Ik heb ook weer die leuke industriële frames gebruikt. Kreeg ook weer veel vragen naar. En ik heb juist nu dat je een keuze kan maken uit 3. Dit is heel budgetproof bijvoorbeeld. Die staat nog in onze webshop. Ja, dit is ook leuk. En waar die nu op staat, is die ook leuk. Ik zal hem even iets van dichterbij laten zien. Dan kan je even goed zien wat is geworden. Want dat wordt dan de volgende DIY video. Tenminste, ik denk dat eerst deze vlog online komt en dan dit pakket. Dus ik laat hem even iets dichterbij zien. Kijk hoe tof met mooie schelpen. Vlindertjes weer. Dat romantische, heel sterk en vrolijk. Ja, ik ben er heel blij mee. Ik heb heel leuk effect zo aan de zijkant. Echt super tof. En dan heb ik nog een vraag aan jullie. Of jullie dit product kennen. Ik heb het gekregen om te proberen. En ik vind het leuk om dat samen met jullie te doen. Dus ik pak hem er even bij. Ik had hem al een tijdje thuis, maar ik was er nog niet aan toegekomen. Hè? Ik zet jullie even neer. Dan kan ik jullie even laten zien wat het is. Het is Oase Terra Brick. En dit is een natuurlijk product. Wat je eigenlijk kan gebruiken als in plaats van Oase. Het lijkt een beetje op potgrond, vind ik zelf. Kijk. Dit is, zo ziet het eruit. En het is natuurlijk, je kan er dus gewoon snijbloemen in steken. Want je zou denken van, dit is echt voor de plantjes. Nee, je kan er echt snijbloemen in steken. Dus, en het leuke is, je kan hem hergebruiken. Dus als je dan een leuk bloemstuk hebt gemaakt, kan je hem hergebruiken. En ondanks dat de Oase, daar houden steeds wel meer rekening mee met het milieu en dat soort dingen. Is dit helemaal biologisch afbreekbaar. Dus je kan het... Ja, het is gewoon biologisch afbreekbaar. En wat ook leuk is, is bijvoorbeeld als je een bloemstuk maakt, daarna gooi je eigenlijk al de Oase weg, het steekschuim. Dit kan je weer gebruiken. Dus dat is natuurlijk ja, heel duurzaam en ja, ook heel leuk om te proberen, vind ik zelf. Dus ik denk, het is wel een keer leuk om dat samen met jullie te gaan doen. Mocht je daar nieuwsgierig naar zijn, laat dan even weten, want dan neem ik daarin mee hoe dat werkt en misschien een volgende vlog. Voor nu is deze vlog al best wel lang geworden. Dus ik ga hem wel hiermee afsluiten. En ja, mocht jullie dat leuk vinden, dan neem ik in de volgende vlog mee. En laat ik jullie zien hoe het werkt. Want ik heb hier zelf ook nog nooit mee gewerkt. Maar ik vind het wel heel interessant. Omdat ja, je werkt natuurlijk altijd standaard met steekschuim, Oase en dat soort dingen. En daar ben ik eigenlijk gewoon heel tevreden over hoor. Daar werk ik gewoon graag mee. Maar ik sta altijd open om nieuwe dingen te proberen en te testen. En misschien bevalt het wel echt super goed. En ik vind het gewoon echt een leuk idee dat je het kan weer gebruiken. Dat je het niet weg hoeft te gooien. Want ja, dan kan je natuurlijk een bloemstukje ook heel makkelijk weer vervangen. Want hoe leuk is het als je ja, bijvoorbeeld net een bloemstuk hebt gemaakt. En je bent er helemaal trots op. Maar ja, hij is echt uitgebloeid. En je kan, kijk, je vervangt meestal 1 of 2 keer dan de bloemen en dan gooi je het weg. Maar hoe leuk is het als je het gewoon vaker kan doen. Ja, ik ben gewoon nieuwsgierig naar. Maar ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Dus laat me dat even weten. En wie weet neem ik je daar in de volgende vlog dan in mee. Het was een volle vlog. Van rouwwerk tot heel veel inpakken. En naar de groothandel. Ik heb wat drukke dagen erop zitten. Dus ik ga nu genieten van weekend. Laat me weten wat je van het nieuwe DIY pakket vond. En laat me weten wat je van deze vlog vond. En ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. En dan zien jullie mij in de volgende vlog weer. Doeg!